Dus het geven van zegenwens of een geven van een zegening aan elkaar wanneer iemand ja, in verschillende omstandigheden, wanneer we iemand ergens mee willen feliciteren of wanneer er een belangrijk evenement is, dan doen we dat. En wat is de betekenis daar precies van? Het geven van een zegening of iemand het beste wensen is iets dat we eigenlijk regelmatig doen. Maar is dat gewoon een loos gebruik of is dat ook een bepaalde betekenis? Hoe kijken we in het boeddhisme daarnaar? Ik ga daar vanuit het boeddhistische oogpunt even naar kijken. En natuurlijk is er ook de verbinding met het gebruik van monniken die een zegening geven aan mensen die iets bijvoorbeeld hebben gegeven aan de tempel of iets dergelijks. En dat kom ik zo op terug. Dus de zegenwens is eigenlijk een beetje een vergeten gebruik. Het is zo'n soort van gebruik wat we maar doen en we weten eigenlijk niet precies waarom. Het is gewoon wel fijn om iemand iets positiefs toe te wensen, maar waarom we dat eigenlijk doen, weten we eigenlijk niet echt. Het is een oud gebruik. Dit is een voorbeeld van een oude Ierse zegening, zegenwens. En dat zie je hier terug. Dit heb ik even opgezocht. En die Ierse Irish blessings of die Ierse zegenwensen die je overal terugvindt op het internet, dat schijnt dus wel echt te zijn. Die zijn vertaald uit het Iers. Deze is wel heel mooi. May your troubles be less and your blessings be more. And nothing but happiness comes through your door. Dat is Ja. een voorbeeld van een zegening. Wat is een zegening? Een zegenwens of een zegening is een wens waarbij je iemand voorspoed, geluk en andere goede omstandigheden toewenst. Dus in feite is dat een hele algemeen. Ja, een algemeen iets wat je doet in je woorden, in je gedachten. En doen we eigenlijk in heel veel omstandigheden, niet alleen in een religieuze context. En bijvoorbeeld wanneer we ja, bijvoorbeeld bij bijzondere gelegenheden, bruiloft, verjaardag en natuurlijk bij het oud en nieuw, wat we nu, daarom geef ik deze lezing nu ook. Hebben we nog wel eens de neiging om in ieder geval op kaartjes elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar? En waarom doen we dat eigenlijk? Heleboel zegeningen vind je ook terug in dagelijks taalgebruik. Wanneer je tegen iemand goedendag zegt, dan wens je eigenlijk iemand een hele goede dag toe. Dan ga je ervan uit dat als je dat zegt, dat dat iets goeds teweeg brengt in feite. Iets goeds, iets positiefs naar de ander toe brengt. En je hebt natuurlijk ook wanneer. Dit zijn natuurlijk oude zegeningen waar ook vroeger misschien wel wat meer betekenis aan werd gegeven dan nu. Bijvoorbeeld, misschien was het ooit wel, had het wat meer betekenis. Bijvoorbeeld dat je ja, iemand echt wel een goede dag toewenste, dat hij veilig was. Dat hij niet door een vijandige stam werd aangevallen of zoiets. Dus je kunt natuurlijk ook zeggen van nou, als je iemand wel te rusten toewenst, of in het Vlaams zeggen mensen slaap wel, dan in feite wat je dan doet is dat je iemand veiligheid toewenst en dat je zegt van nou, dat je als je slaapt, dat je dan geen vijandige stam tijdens de 's nachts je onthoofd of zo. Misschien is daar een historische betekenis achter. En zelfs als we tegen iemand zeggen tot ziens, dan gaan we er eigenlijk vanuit dat die persoon nog in ieder geval lang genoeg leeft dat we die persoon weer terug kunnen zien.
In feite is het ook een soort van zegening. Sommige vormen van Oosterse filosofie en die ook weer moderne vormen van spiritualiteit hebben beïnvloed, volgens zulke filosofieën, bepalen onze gedachten onze bestemming. Ja, bijvoorbeeld in het boek The Secret, wat nogal een aantal jaren terug, zo'n 15 jaar geleden is het alweer, een heel populair boek was. En in dat The Secret, misschien weten jullie het nog, het was behoorlijk populair een tijdje lang. En, wat zegt The Secret in feite? The Secret zegt in feite, als je maar vaak genoeg iets visualiseert in je gedachten, dan komt het uit. Dat heeft zo twee kanten, want je kunt natuurlijk op die manier kun je wel in feite jezelf inspireren en zeggen van als je nou vaak aan je dromen denkt, dan komen ze uit. Maar aan de andere kant kan het natuurlijk ook ertoe leiden dat als je iemand tegenkomt die zijn dromen niet kan realiseren, dat je dan natuurlijk kan zeggen dat hij er misschien niet vaak genoeg aan heeft gedacht. En dat is ook exact wat het boek The Secret zegt. Dus in feite iedereen die een moeilijk leven heeft, is gewoon hun eigen schuld. Dus dat heeft een beetje een dubbele kant. Ja. En in die zin is het ook een beetje problematisch. In het boeddhisme is dat niet, denken we daar niet echt op die manier over. Wat je in feite in het boeddhisme zegt, is niet zozeer dat alleen je gedachten meteen je realiteit zullen beïnvloeden, maar dat je hele emotionele inhoud van je hele geest en hoe je handelen, je denken, je woorden en je fysieke handelen, je hele emotionele en intellectuele inhoud van je geest beïnvloeden. Dat is wat je leven verandert. Wat je leven kan, allerlei dingen kan aantrekken ook in je leven. Dus het hele idee dat je bepaalde dingen aantrekt, omstandigheden aantrekt, daar zit wel iets in volgens het boeddhisme. Maar het is niet alleen maar dat je gewoon vaak maar moet denken dat je dit of dat kan doen en dat je het dan ook werkelijk kan doen. Het heeft ook te maken met karma. Bijvoorbeeld iemand die vaak, om een beetje in het thema te blijven, vaak positief is wanneer anderen succes ervaren. Wanneer anderen bepaalde dingen goed gaan in hun leven, daar blij mee zijn, een soort van medevreugde, zo noemen we dat wel eens in de boeddhistische boeken, dan in feite heb je dan een bepaalde karma gecreëerd, dat je openstaat voor het geluk van anderen. En dan merk je dus ook dat anderen ook weer openstaan en jou weer helpen in gelukkig te worden. Dat is bijvoorbeeld wat we noemen een karma. Ook bijvoorbeeld wanneer je anderen vaak helpt. Ook mensen die je niet kent. Of mensen die je niet echt goed kent. Mensen helpen of mensen respecteren. Die je heel erg erkent voor een goede daden en een goede eigenschap. Dat zijn allemaal voorbeelden van goede karma. En die beïnvloeden dus je leven in de zin dat die ook weer vergelijkbare karma aantrekken. Maar het is niet exact een verhaal van als je maar vaak aan brandweerauto's denkt, dat je dan brandweerman wordt of zo. Dat is nou weer niet het verhaal zoals in The Secret. Maar de meeste mensen zullen dat boek The Secret waarschijnlijk niet lezen om brandweerman te worden, maar het is het voorbeeld, de voorbeelden die gegeven worden in het boek gaat heel erg vaak over dat je bijvoorbeeld heel vaak aan een auto denkt en dat je dan een auto krijgt of zo. Dat is natuurlijk te simpel. Er zijn ook een aantal dingen die niet zegenen zijn.
Dat is weer wat anders. Ja. Bijvoorbeeld als je gewoon voor de goede manieren iemand zegt van nou, goed, gelukkig nieuwjaar, maar je denkt, het draagt niet echt iets bij in gedachten, dan is dat niet echt een zegening. Het is meer een soort van goede manieren, goed gebruiken, meer niet. Je kunt ook zijn dat iemand bijvoorbeeld niest en dat je dan bijvoorbeeld een goede gezondheid toewenst. Dat is meer afzweren. Dat is niet zozeer dat je een zegening geeft, maar meer dat je iemand ongeluk afzweert. Dus bijvoorbeeld in de huidige tijd is het natuurlijk wel meer van toepassing. Dat als iemand bijvoorbeeld niest en dat je dan zegt, snel gezondheid zegt, want straks heeft hij ineens corona onder zijn leden. Nou ja, dat is dus een voorbeeld van afzweren. Maar dat is niet echt dat je iemand nou werkelijk een goede, iets goeds toewenst. Er is ook een voorbeeld in de tijd van de Boeddha, dat niet zo vaak wordt genoemd, maar wel is vermeld in de boeddhistische teksten. Waarin de Boeddha werkelijk niest. Mensen denken vaak dat de Boeddha een soort van... wordt natuurlijk vaak afgebeeld als een heel goddelijke persoonlijkheid. En die wordt in het boeddhisme, eren we de Boeddha natuurlijk ook op een heel hoog niveau. Maar het wordt wel erkend in de boeddhistische teksten, vooral de vroegste teksten, dat hij ook een menselijk lichaam had en dat hij ook menselijke beperkingen had, dat hij ook in feite ook een menselijke kant had. En dat hij dus ook soms nieste. En het grappige is dat het dus een keertje, terwijl hij aan het lesgeven was, dat hij dus moest niezen en dat er vervolgens een van de monniken tegen hem zei, gezondheid. Of om letterlijk in de oude Indiaanse taal, dan zei je dus, dat je nog een lang leven mag hebben. En dan zei de Boeddha, die vond dat maar een beetje onnozel gebruik. Want ja, in feite probeer je gewoon iets af te zweren door het maar gewoon heel vaak het positieve te zeggen. En dat is niet exact hetzelfde als een zegening geven. Je hebt ook hele andere dingen waarbij je dus zweert op iets, bijvoorbeeld. Dat is ook wel een soort. Dat je ervan uitgaat dat je woorden een invloed hebben op je leven. Maar het is iets heel anders natuurlijk. Ja. Je zweert bijvoorbeeld op het leven van die of die. Of ik zweer op mijn leven. Of ik zweer op het leven van moeder of zo. Dat zijn niet zulke goede dingen om te doen. Omdat je in feite... Ja, dat is gewoon een heel andere iets, laat ik het zo zeggen. Dat is weer een heel ander verhaal. Wat is dan wel een zegening in het boeddhisme? Het woord dat we gebruiken in het boeddhisme is satyakirya. Satyakirya is dat je handelt op basis van... of dat je... het wordt wel vertaald met een handeling van waarheid. En dat je dus... in feite komt het erop neer dat je iets zegt wat waar is... En dat je heel erg belangrijk vindt. En dat je vervolgens dat daar een zekere spirituele waarheid in zit. En door te verwijzen naar die waarheid, krijg je dus dat je in feite een soort inspiratie aanhaalt. En dan op basis van die inspiratie kun je iemand iets goeds wensen. Bijvoorbeeld... je zegt bijvoorbeeld, verwijs je naar, jij hebt altijd heel veel goede dingen gedaan. Jij bent iemand die nooit liegt. Jij bent iemand die heel oprecht is. Op basis van jouw oprechtheid, dat je altijd in je leven gelukkig mag zijn. En dat je leven altijd voorspoedig mag lopen. Ja, dat is een voorbeeld van een traditionele boeddhistische zegening, waarbij je verwijst naar de goede eigenschappen of daden van iemand anders. Maar je kunt ook verwijzen naar je eigen goede eigenschappen. Bijvoorbeeld, ik heb altijd naar gestreefd om altijd bescheiden te zijn of nederig of zo. Nou ja, dat is dan een beetje een complex voorbeeld, maar
Of je kunt zeggen van, nou, ik heb nooit tegen jou gelogen. Op basis van die waarheid dat je in je leven altijd gelukkig mag zijn en een goed leven mag hebben. Er zijn ook wat meer religieuze voorbeelden. Bijvoorbeeld de waarheid van de ontwaking van de Boeddha. Dat iemand, dat de Boeddha werkelijk ooit verlicht is geweest. Dat je daarnaar verwijst en op basis daarvan iemand iets goeds toewenst. Dat is wat meer religieuze voorbeeld, maar dat hoeft niet per se. Je hoeft niet per se naar iets religieus te verwijzen. Er zijn in feite in de boeddhistische teksten heel veel voorbeelden waarin waar die juist heel erg werelds zijn, heel gewoon. Waarin duidelijk wordt dat het idee van de waarheid en naar de waarheid verwijzen, dat dat eigenlijk heel erg algemeen is. En dat iedereen die kracht in zich bezit. Dat is een heel belangrijk concept. Dus er is een voorbeeld van een prostituee in de tijd na de tijd van de Boeddha. In de tijd van keizer Asoka. Dat was een Indiaanse keizer. Dat is niet alleen een legende, maar dat is werkelijk een historische figuur. En die heette Asoka, of keizer Asoka wordt hij ook wel genoemd in het Nederlands. En er is één verhaal waarin hij een prostituee tegenkwam. Die heette Pintumati. En die in dit verhaal was ze op een dag was hij aan het filosoferen. Het was een beetje een filosofisch type, die keizer. En hij vroeg zich af hoeveel de waarheid of de oprechtheid van een mens waard is. En toen zag hij ineens dat de rivier de Ganges, de bekende Indiaanse rivier, dat die ineens keerde. Dat die rivier ineens omkeerde. En dat is hoe het verhaal gaat. En vervolgens ging die keizer zich afvragen natuurlijk, hoe kan het nou dat ineens de rivier omkeert? Wat is er aan de hand? Kunnen we even nagaan wat hier aan de hand is? Er was toen nog geen KNMI, dus hij moest dat even nagaan bij zijn wijze ministers. En de wijze ministers die wisten ook niet goed het antwoord. Maar toen bleek dat daar een vrouw die daar stond aan de zijde van de rivier, aan de oever van de rivier, die heette Pintumati en die zei tegen de keizer, dit is mijn toedoen, dat heb ik gedaan. En hoe kan dat? Welke spirituele kracht, zei de keizer Asoka, heb jij dat je deze rivier zomaar kunt omkeren? Kunt gewoon ineens een andere richting laten omstromen, laten opstromen. Hoe kan je dat zomaar doen? En toen zei die Pintumati, ik heb een waarheid gesproken. Ik heb verwezen naar een waarheid. En in die tijd hadden ze daar wel een concept van, maar het ging altijd over mensen die heel bijzonder waren. Bijvoorbeeld een brahmaan, een priester, die kon dan iets zeggen wat dan uitkwam en zo. Maar hoe kan een prostituee, dat werd toch gezien als een immorele vrouw, hoe kan die nou zoiets doen? Dat kan die heeft toch helemaal geen spirituele waarheid of goede eigenschappen. Dat is wat de keizer dacht. En toen zei de Pintumati, die zei, ik heb één ding wat ik altijd heel erg sterk aan me aanhoud. En dat is dat ik nooit op iemand neerkijk. Dus ik heb soms hele rijke mensen die mijn klanten zijn. Ik heb soms hele arme mensen die mijn klanten zijn. Maar ik zie hen allemaal met dezelfde manier kijk ik naar hen. Dat is mijn gelijkmoedigheid. Dat is mijn onpartijdigheid. Dus ik heb niet dat ik nou alleen de rijke klanten wil. Of de... Dus in feite was er zelfs in deze zogenaamde immorele vrouw
was er iets heel krachtigs te vinden. En dat was dus genoeg om deze rivier te doen keren. Nou, dat is een beetje een mythologisch verhaal. Een beetje een legende, een verhaal waar we misschien nu niet zo heel veel mee hebben tegenwoordig. Maar het toont aan wat het concept is. Dat er een waarheid en dat er een hele kracht uitgaat van het spreken van de waarheid. Vooral als we verwijzen naar iets wat onze gewoonte is. En wat iets wat heel positief is. Dat is het idee van de boeddhistische zegening. Nou, zal ik twee voorbeelden noemen van boeddhistische zegeningen die werkelijk op een dagelijkse basis worden gegeven aan mensen in onze traditie en ook in heel veel andere boeddhistische tradities. Dit is, hier kom ik zo op terug nog. Nou, dit is wat minder duidelijk voorbeeld. Dit is een verhaal wat leidde tot een van de zegeningen die boeddhistische monniken heel vaak geven. Dit is de zegening. Dit is in feite ook een soort van zweren, maar ja, het is niet dat je iets afzweert of dat je zweert bij iets wat... dat je zweert bij iemands leven of zo. Nou, dit is de zegening die heel vaak wordt gezongen door boeddhistische monniken. Yato ohang pakini chato na pichanami sanchichapanang chivita voropeta teena satchena soti te hotu soti kampasa. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen abracadabra, maar dat is... een hele krachtige zegening. In de boeddhisme wordt dat zo aangehaald. Het is een van de paritas, dus een tekst die heel oud is, meer dan 2000 jaar, en die wordt naar verwezen. En daar ook, zit ook een verhaal achter. Dus dit verhaal gaat over Angulimala. Ik weet niet of jullie deze figuur nog kennen. Ik heb één keer eerder over hem gesproken, in de tijd dat ik nog korte verhalen vertelde op de wekelijkse avonden. En Angulimala een soort van seriemoordenaar of een soort van gewelddadige struikrover. En die zie je hier in dit kinderboek afgebeeld. En deze man die is hier dus een monnik. Zie je hier afgebeeld als monnik. Maar voordat hij monnik was, was hij een hele agressieve struikrover en een soort van moordenaar die hele dorpen uitmoordde. En die mensen waren heel erg bang voor hem. En hij werd gezien als een heel gruwelijke en wrede man die heel veel mensen had gedood. En nu zul je afvragen, hoe kan het nou dat hij ineens boeddhistische monnik werd? Nou, dat is een van de meest bijzondere evenementen in de tijd van de Boeddha. Waarin dus de Boeddha hem op een of andere manier in zijn, om het in onze woorden te zeggen, in zijn hoofd wist te raken. En op een of andere manier hem wist om te turnen, waardoor hij zijn leven veranderde. En er zijn allerlei theorieën van historici over wie Angulimala eigenlijk was en waarom hij zo gewelddadig was. En dus het verhaal is natuurlijk, wordt ook gezien wel als waarschijnlijk in ieder geval deels historisch, omdat het natuurlijk een heel luguber en nogal eigenaardig verhaal is dat zo'n seriemoordenaar een boeddhistisch monnik wordt. Daar heb je eigenlijk niet echt goede redenen voor om dat te vertellen als het niet historisch is. Maar deze Angulimala, die wist uiteindelijk zijn leven te veranderen. En dat heeft was een hele belangrijke bron van inspiratie. En dat is het nog steeds. Zo heb je in Engeland een organisatie die geestelijk werk, geestelijke verzorging aanbieden aan gevangenen. Op een boeddhistische inspiratie, boeddhistische inslag.
En die organisatie die heet Angulimala. Omdat Angulimala een soort van voorbeeld is van iemand, de meest onwaarschijnlijke figuur, kon zich nog zijn leven veranderen. Dus als iemand als Angulimala van een soort van seriemoordenaar uiteindelijk naar een hele lieve monnik kon veranderen, dan moet ook een heroïneverslaafde of een heroïnedealer of een moordenaar van iemand moet ook zijn leven kunnen veranderen op een positieve en inspirerende manier. Dus die organisatie in Engeland die verwijst ook naar dit verhaal. Trouwens, degene die die organisatie runt, dat is ook een boeddhistische monnik. En die heeft dezelfde kloosternaam als ik. Dus die heet ook Kemadamo. Ja. Dus dat is wel een leuk achtergrondverhaaltje. Maar het verhaal van Angulimala is dus bekend in alle boeddhistische tradities. Vooral in Zuidoost-Azië, in Theravada-boeddhisme of in Zuid-Azië. En in het verhaal dat hij uiteindelijk dus monnik werd en zijn gewelddadige achtergrond, zijn gewelddadige leven achter zich liet. En uiteindelijk op die manier ook zich zijn hele leven kon veranderen. Dat was dus niet zo gemakkelijk te accepteren voor de mensen in de omgeving. Heel veel mensen die geloofden niet dat hij werkelijk was veranderd. En die gooiden met stenen naar hem en zo. Dus het was niet zo gemakkelijk voor hem om boeddhistisch monnik te zijn. Want als je op straat komt als boeddhistisch monnik en er gooien allemaal mensen stenen naar je toe, dat is nogal lastig om. Hoe moet je daarop reageren? Ga je dan glimlachend meditatie begeleiden terwijl de stenen je om de oren vliegen? Dat is nogal lastig. En uiteindelijk wist de Boeddha, had hij, de Boeddha een manier gevonden waarop hij een nieuwe rol kon vinden in de gemeenschap. Met de gemeenschap bedoel ik de samenleving. En dus wat hij deed is, de Boeddha die zei, er is een vrouw die aan het bevallen is. Er zijn complicaties, er zijn moeilijkheden met die bevalling, zoals je hier aan de rechterkant van het plaatje kunt zien. En de Boeddha die zegt, ik wil dat jij naar die vrouw toe gaat en dat je haar een medicijn geeft. En wat is dat medicijn dan? Want normaal gesproken mogen boeddhistische monniken geen doktertje spelen. Maar in dit geval gaat het om een spiritueel medicijn. En de Boeddha die zei tegen hem, zeg tegen die mevrouw sinds dat je geboren bent, dat je nooit een vlieg hebt kwaad gedaan. Dat je dan nooit iemand iets van leed hebt aangedaan. En toen zei Angulimala, die zei tegen de Boeddha, ja, maar dat is toch helemaal niet zo? Ik heb heel veel mensen leed aangedaan. Ik heb heel veel mensen tot lijden gebracht. Maar toen zei de Boeddha, ja, maar ik bedoel, vanaf het moment dat je bent herboren als monnik, sinds die tijd heb je nooit meer nog maar een vlieg kwaad gedaan. En toen zei Angulimala, ja, dat is waar. En hij ging dus naar die vrouw toe en hij zei, ik heb van het moment dat ik ben herboren als monnik, mijn nieuw leven ben begonnen als monnik, heb ik nooit zelfs maar een vlieg kwaad gedaan. En ik heb nooit meer geweld toegebracht, geweld beoefend, geweld gepleegd. En dat was zo'n krachtige statement, want het was heel moeilijk voor hem om zijn leven helemaal te veranderen. Dat was zo'n krachtige statement dat er een hele grote spirituele kracht van uitging.
En het moment dat hij dat zei, toen zei hij er ook bij, hier zie je het in het Nederlands, de vertaling. Sinds ik in de edele geboorte herboren ben, zuster, hij sprak er aan met zuster, alsof het dezelfde familie is. Het is een soort van vriendelijke manier voor een boeddhistische monnik om een vrouw aan te spreken. Sinds ik in edele geboorte herboren ben, zuster, herinner ik mij niet opzettelijk een levend wezen van het leven beroofd te hebben. Het is een beetje knullig vertaald eigenlijk, maar wat hij in feite zegt is dat hij nog nooit een levend wezen van het leven heeft beroofd van het moment dat hij monnik is geworden. Mogen deze waarheid jou en jouw vrucht, dat wil zeggen haar kind, tot heil strekken. Met andere woorden, door de kracht van deze ware woorden, dat jij gezond en veilig mag zijn na deze bevalling. En dat je kind ook goed mag bevallen. Dit is natuurlijk een tijd en een periode dat ongeveer 1 op de 4 vrouwen overleed van een bevalling. En vroeger was dat vrij veel. En dus het was een hele krachtige statement. En het wordt niet vermeld in de boeddhistische tekst of hij het vaker heeft gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat het hele idee dat je door je woorden iemand kan helpen heel krachtig is. En dat het vaak dat het natuurlijk wel heel veel mensen heeft geïnspireerd. En het verhaal gaat dus dat zij dus haar bevalling dus goed was. Dat ze uiteindelijk geen complicaties meer waren, geen problemen met de bevalling. En deze zegening wordt nog altijd gegeven. Zelfs als er niemand in de zaal is die zwanger is, wordt deze zegening nog altijd gegeven. Omdat er een principe in zit naar een positieve daad verwijzen. En op die manier is dat dus het hele idee van een zegening geven in het boeddhisme. Dus hier zie je ook in feite dat het meer een spirituele zegening is dan een religieuze zegening. Hij verwijst niet naar de Boeddha of naar zijn leer of zijn gemeenschap, de leer of de gemeenschap van het boeddhisme. Maar hij verwijst naar het feit dat er een spirituele kracht schuil gaat in het doen van iets goeds. Of in dit geval het niet doen van iets kwaads. Dat hij zijn leven heeft kunnen veranderen en iets heeft kunnen afleren. Want het was voorheen en was hij een hele gewelddadige man. En uiteindelijk heeft hij dat helemaal kunnen afleren en opnieuw zijn leven kunnen starten. Dan heb je ook een ander voorbeeld. En deze zegening wordt hier in deze tempel elke dag gegeven. We geven deze zegening telkens wanneer de mensen eten geven aan de monniken. En dat is dan ongeveer om 11:30 's ochtends. En dan eten we. Dan geven mensen eten aan de monniken hier. Ze zijn met 3 monniken hier. En dan geven we dus deze zegening. En soms dan zeggen we, of heel vaak zeggen we ook iets in het Nederlands of in het Thais erbij. En de tekst in het Oud-Indisch of in de oude Indiase taal is dus Apiwata nasili sani chang wata pachayino chattara tamma watanti ayuwano sukhang palang. En dit is dus een hele oude tekst ook van de Dhammapada. Die wordt ook gezien als een hele oude tekst. Dat is een soort van boek van boeddhistische spreekwoorden, boeddhistische gevleugelde woorden. En de vertaling is bij hem die steeds respect betuigt, die steeds respect toont. Die ouderen voortdurend eerbiedigt. Oudere mensen kan zeggen, mensen die ouder zijn in leeftijd of mensen die je respecteert in het algemeen. Dat kun, dus het woord ouderen in die zin kan ook niet verwijzen naar leeftijd, maar ook mensen die je respecteert. Bij mensen die altijd respect tonen, treft men van 4 dingen toename aan. Dus er worden daardoor 4 dingen in je leven worden
krachtiger, worden groter. En dat is dat je een lang leven hebt, schoonheid, geluk en kracht. Dus wat we in feite zeggen in zo'n zegening is dat wanneer je vaak uit respect iets doet, respect bijvoorbeeld een maaltijd geeft aan de monniken, of met andere dingen respect betuigt, dan nemen vier dingen toe in je leven. En dat in dit geval verwijst natuurlijk ook naar de dingen die je geeft wanneer je eten geeft. Bijvoorbeeld wanneer we eten geven aan iemand, dan geven we in feite ook gezondheid, geluk, kracht en ook een lang leven aan die persoon. Want we kunnen niet lang leven als we geen eten hebben. Dus in feite is het een hele droge, maar tegelijkertijd wel hele krachtige zegening. Waarbij je zegt van nou, wat je geeft, dat komt weer naar je terug. Dus als jij nu iets van eten geeft aan ons, dan komen er ook weer de goede dingen die je geeft, komen ook weer bij jou terug. En in feite zie je dat ook heel veel dus in die zegeningen terug van nou, verwijzen naar het principe van waarheid. Dat alle goede dingen die we doen ook weer naar ons terugkomen. Of in het Nederlands zeggen we vaak, wie goed doet, goed ontmoet. Dus dit is een voorbeeld van het verwijzen naar de goede daden van de luisteraar. He, zojuist verwezen we in de zegening naar de goede daden van Angulimala, die nooit een vlieg had kwaad gedaan sinds dat hij monnik was. En hier verwijzen we naar de goede daden van degene aan wie we de zegening geven. Ja. Maar een zegening, zoals ik al zei, hoeft niet altijd religieus te zijn. Het kan dus ook, iedereen kan een zegening geven. Ja. Wanneer boeddhistische monniken een zegening geven, verwijzen we vaak naar de Boeddha, zijn leer en zijn gemeenschap. Want dat zijn ons kader, ons referentiekader. En we maken vaak dus de luisteraar bewust van hun goede daden. Dus vaak zeggen we ook in het Nederlands of in het Thais, zeggen we er nog iets bij van nou, je hebt vandaag, ben je heel vriendelijk geweest en attent dat je ons een maaltijd hebt gebracht. Of dat je ons een donatie hebt gedaan en dat je op basis daarvan, dat je altijd gelukkig mag zijn en een gezond leven mag hebben of iets dergelijks. Dat is dus een voorbeeld van een zegening. En je maakt dus mensen bewust van de impact van hun eigen goede daden op hun eigen leven. Voorbeelden van zegeningen, bijvoorbeeld ook ja, bijvoorbeeld lang leven, wat vaak wordt genoemd. Maar er zijn ook dingen die niet echt, ja, die niet altijd positief zijn. Sommige mensen wensen, niet zozeer in de Nederlandse cultuur, maar in sommige culturen wensen mensen andere heel veel kinderen toe. Bijvoorbeeld in de sommige Oost-Aziatische culturen, dan zeggen mensen dat je heel veel kinderen mag hebben. Niet iedereen wil heel veel kinderen. Dus dat is natuurlijk niet zo duidelijk of dat nou een positieve zegening is of niet. Het is ook niet altijd, wordt niet altijd als iets goeds gezien in het boeddhisme om heel veel kinderen te hebben, omdat daardoor heb je ook minder tijd om die kinderen op te voeden en dergelijke. Dus dat is misschien een verschil met een heleboel andere religies. Maar dat is gewoon een voorbeeld dat niet alle dingen waarvan we denken dat het een zegening is, een zegening zijn. Nou, iedereen kan een zegening geven. Dat is niet iets waar je nou een soort copyright op kan hebben als monnik of zo. Iedereen, het is gewoon een hele mooie traditie, een mooi gebruik. En dat doen we met het nieuwjaar, maar dat kun je ook op andere momenten doen. Dit is hoe ons onderabt in Thailand, dat is een hele goede leraar, hij geeft een zegening. Ik bedoel, wanneer hij uitlegt hoe je een zegening geeft, dan legt hij dat zo uit. Hij zegt, neem jezelf iets oprecht voor. Dus je denkt aan de positieve intenties die je hebt en de goede daden die je hebt gedaan. Ja, dit is de positieve dingen die je hebt gedaan en die je van plan bent te doen in je leven. Bijvoorbeeld
Ik ben van plan om elke dag wat te mediteren. En ik ben van plan. Ik heb ook. Je hoeft dat niet allemaal te zeggen natuurlijk, maar je kunt in je gedachten denken van, nou, ik probeer altijd een goed mens te zijn en zo en zo en zo, zus en zo. En op basis van dit oprechte voornemen geef je dan een zegening aan iemand. Dingen die de ander werkelijk helpen in het goede, geestelijke en wijze leven. Bijvoorbeeld dat je een lang leven mag hebben en dat je inspiratie mag vinden in het leven. Inspiratie om goed te doen. Dat je in je leven altijd gezond mag zijn. Zodat je gemakkelijk mooie, veel goede dingen kunt doen. En dat je altijd veel tijd mag vinden om bijvoorbeeld te mediteren. Of vrijgever te zijn of behulpzaam. Nou, dit zijn allemaal voorbeelden van positieve dingen die je een ander kan toewensen. En als de situatie en je eigen ervaring het toelaat, kun je ook dus advies geven met de zegening. Bijvoorbeeld als je een zegening geeft aan een kind, wat een hele mooie gebruik is in Azië, dan dat ouders vaak een zegening geven aan hun kinderen. Dan kun je dus ook iets van advies daarbij geven. Van dat je altijd wijs mag zijn, maar ook slim. En dat je die twee altijd mag balanceren. Dus met andere woorden, dat je goed mag zijn, maar niet gek. Zoals Alfred Widokus Kwak dat zo heel mooi zei. En dat is natuurlijk ook een soort van advies. Want in feite, als we alleen maar slim zijn, maar niet wijs. En dan hebben we misschien hele goede hersenen, maar hebben we misschien geen goed hart. Nou, dan kun je in feite, kun je op die manier dus ook in die zegening een soort van advies opbergen, zeg maar, verpakken. Maar dat is dus niet altijd toepasselijk. Misschien als je met het nieuwjaar iemand advies geeft, is dat niet altijd, niet altijd wat mensen graag hebben of zo. Maar dit is dus hoe je kunt kijken naar het geven van een zegening. En je ziet dus hier dat de kracht van een zegening ook uitgaat van het feit dat je zelf dus je bewust bent van de goede dingen die je doet en je goede voornemens. Niet omdat je nou arrogant bent of zo, maar meer gewoon omdat je weet dat er een spirituele kracht uitgaat van die goede dingen die je doet. Dus één ding wat ook nog wel de moeite waard is om te vermelden. Het is ook zo dat als die persoon aan wie we een zegening geven, daar we zeker op een bepaalde manier mee verbonden zijn. Vooral als je bijvoorbeeld je een zegening geeft aan je eigen kinderen of je eigen kleinkinderen. En er is een relatie van dankbaarheid dat je je kind of je kleinkind ook wel iets aan jou te danken hebt, dan is die zegening heel krachtig. Daar zit een zekere kracht in, het feit dat we aan elkaar verbonden zijn op die manier. Dit is met een conclusie is dus in feite dat het geven van een zegening is niet alleen een loos, is geen loos gebruik. Het is een heel mooi gebruik met een hele mentale spirituele cultuur daarachter. Het is niet alleen religieus. Het is natuurlijk een onderdeel van religie, zeker. Zegenen zien we terug in elke religie, denk ik. Maar het is niet enkel religieus. Je hoeft niet per se religieus te zijn. Maar het is wel spiritueel. En wanneer we een zegening doen, dan kunnen we dat dus zowel verbaal doen, in onze woorden, ook mentaal, in onze gedachten. Dus dit zijn dit is zo in het kort de betekenis van het geven van een zegening in het boeddhisme. Zijn hier nog vragen over of opmerkingen?
Zijn er dingen die niet helemaal duidelijk zijn hierover? Of heb je nog andere vragen?